Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Bolivar en Moor. En vandaag ga ik op pad met de motor, met Wim. En een crash. Dat is niet fijn. Er was nog helemaal niks aan de hand, dacht ik. Maar goed, we kunnen in ieder geval verder met praten. Vandaag wel voor het laatst met de taser, met de koppel, met de vette portofoon, met de pepperspray en ook wapenstok en met deze helm. En ook met alle andere uniformen die ik had aangepast, met de GoPro's en zo om de borst. Ik mag daar niet meer mee opnemen. Dat vind ik erg jammer. Maar goed, het is niet anders. Er was voor mijn gevoel gewoon toestemming gegeven. Achteraf zeiden ze echter dat die toestemming er nooit was gegeven. Dus nou goed, dan zit er niks anders op dan dat ik het weer weghaal. En dat we het gaan doen met de oude uniformen. En tenzij iemand van jullie nu denkt van ja, maar ik heb ook zo'n soort koppel gemaakt. Ik heb ook een helm en een GoPro gemaakt. Ik heb ook een beenholster voor de taser gemaakt. Ja, dan stuur lekker op, zou ik zeggen. Of stuur in ieder geval even foto's ervan in op Discord naar mij. Ja, als ik die natuurlijk mag gebruiken, zou dat helemaal super zijn. En dan laat maar even weten met wat foto's als je die hebt. Of ik het... En als ik ze mooi vind dan, en ik mag ze gebruiken, waar lekker bezig hoor. Dan ga ik ze zeker gebruiken. Maar voor nu dus de laatste keer met deze in ieder geval. Maar ik zei het, we gaan de straat op. We gaan vandaag dus met de zware motor weer. Eerst gaan we even voertuigcontrole doen. Dat zien jullie nu in beeld. Zo, en dan gaan we zien wat het ons allemaal gaat brengen. We gaan rondrijden. Ik heb, zoals jullie op Instagram, sommigen die mij volgen, hebben gezien. Laatst dan, een paar dagen terug denk ik. Misschien een week terug. Neem ik dit op vlak voor een avonddienst. Dus ik vind niet vlak ervoor, maar ik heb nog wel even. Maar ik ga niet te lang door in ieder geval. Dus ja. Het zal misschien iets minder lang worden, deze video vandaag. Maar dat moet ook wel eens kunnen, toch? Gaan we zorgen dat er genoeg gebeurt. Attention unit 6, Lincoln 12. Citizens report a suspicious person in... Ik krijg een melding van verdachte situatie meteen. Dan gaan we daar even heen. 3, 2. 3, 2, 3, 2. Eens kijken wat ze daar zijn aan het doen. Overlast misschien. Interesses in auto's of zo. Interesses in huizen. Kan natuurlijk allemaal, en dat is niet de bedoeling. Rijdt u alstublieft prio 1. Ja, we gaan prio 1 richting een brandstichter. Nu zullen jullie denken van er is iets anders aan je uniform. Ja, dat klopt, ik was gecrashed en ik had mijn uniform niet opgeslagen voordat ik gecrashed was. Dus ik heb hem even weer normaal gezet. Ik heb gewoon de standaard gehouden die ik al had. Er zit dan een steekwerend vest over de jas heen. Over het vliesvest, hoe je het maar wilt noemen. Ik vind er op zich wel wat hebben. Maar dat is in het echt niet gebruikelijk hoor. Maar dat is nu naar een brandstichter. Maar we rekenen mee dat we hem nog op heterdaad kunnen betrappen. Dus dan gaan we niet met sirenes rijden. Misschien is dit hem wel al. Nee, dat kan niet. Let op, boom is ho, hè. In dit geval boom is oren dicht. Dus we rekenen mee dat heel tank op. Hoi. Vertel. Ja. Ja. Oké, is goed joh. Oké, joejoejoej. De brandweer collega zegt van we zagen een man in die richting rennen, wij nemen het hier wel over. We denken dat hij een jerrycan droeg of bij zich had, daar loopt ook iemand. Dus ben voorzichtig. Ja, daar ben ik zeker. Dus we gaan hem aanhouden.
ik neem mijn taser alvast voor het geval dat ik hem ga taseren. Oh, stop eens even, ik kom gewoon een berg mee omhoog hoor. Hey, stoppen. Wat ga je doen? Oh, mijn motor ligt. Oh, mijn motor gaat omlaag. Stoppen. Bam. Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. We are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ik ga een ammetje deze kant op. Ik heb hem ongeluk nog geslagen. Of is niet de bedoeling is wel gebeurd. Joe, joe. Medical aid requested in Richmond Glen. Units reporting an injured civilian. An ambulance requested. Rockford Hills. Rijdt alsjeblieft prio 1. Nou, hij ligt al in een stabiele zeiling, dat scheelt. Soort van, stabiele zeiling. Wacht even geduldig op de ambulance af en dan daar heeft hij recht op. Dus dan doen we dat maar. Nou, ze blijven helemaal daarachter staan om vervolgens hier naartoe te rennen. Oh, en aangereden te worden, ook handig. Dan ga ik een gestolen voertuig. Maar ik kan hem niet ik kan niet achteraan gaan, want ik heb hier nog een verdachte liggen. Stel die wordt wakker en ik denk van laat ik eens mijn collega of laat ik eens die ambulance medewerker gaan aanvallen. En die hebben we wel zo meteen aan. Dat denk ik waar we net waren, ja. Oké. Er is nu een melding binnengekomen bij het tankstation daar achteren, daar zien we hem al. Daar is op dit moment een overval bezig, of daar is iemand in ieder geval iets... Oh, hij gaat rennen. Hij gaat er al vandoor. Lijkschouwer komt al. Die gaat het op zich nemen. Ja, het slachtoffer die is overleden door de klap met mijn taser. Ik ga er rekenen mee dat iemand op mij gaat schieten als ik weer in de buurt kom, dus ik pak wel mijn vuurwapen. Je mag vanaf de motor schieten, hij heeft ook een vuurwapen vast. Stoppen, handen omhoog. Handen omhoog houden, meewerken, wapen neerleggen. Geen rare dingen doen. Even aangehouden. Vuurwapen, laat die los nu. En die heb ik gepakt. Oké. Die knop doet het dus niet meer. Press E. Ik heb er iets in veranderd. Namelijk. En ik heb dat hele bestand kapot gemaakt. En dat heb ik nog steeds niet teruggezet. Want dat zei ik al een paar video's terug. Dus ik kan even niet... Ja, ik kan wel voor je trouwens. Eén collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Richmond Glen. 12:05, ik ben onderweg. En dit gebeurt ook niet meer, want dat heeft allemaal te maken met gestopte pet, denk ik. Wat ik al zei, met dit bedoel ik tot ze naartoe lopen, pick up, en dan wordt hij vervolgens niet meer mee, loopt hij niet meer mee. Dus ik ga dat zo meteen direct even doen, maar we gaan nu terug naar de winkel. Voor hetzelfde ligt er een slachtoffer of iets van die overval. Oh, let op met je Porsche, gek. Oh, dat was iets te enthousiast, de parkeerplaats op. Ik had toch maar rekening dat hier misschien iemand binnen is. Oh. Ja, rustig aan. Hier ligt niemand. Daar staat gewoon niemand boodschappen te doen. Kan je wachten kijken naar meneer? Oké. Nee, je moet je mond houden jij. Ik ben Wim. Ik ben van de Popo. Ik mag dat. Goed, we gaan door. We've got citizens reporting an attempted bank heist in Tampa Hills. Melding van personen die een bank willen gaan overvallen of op dit moment een bank zijn aan het overvallen, maar gezien ze geen gezien hier geen bank is, denk ik dat ze die nog willen gaan overvallen. Ze gaan weer stoppen in een burrito. Ik heb wel zin in een burrito, maar dit is een ander burrito. Vrees dat ze gaan schieten. Even stoppen. Ja, heel goed.
Ctrl T was dat? Ctrl E. Hoe ging dat ook alweer? Nou, dan laat ik ze maar volgen. Er zitten 1, 2, 3, 4 man in het busje. En ik vertrouw ze alle vier natuurlijk niet. Dus wat ik ga doen, ik kan geloof ik geen... Ik kan er nog eens achter proberen te staan, hè. Om via... rij gewoon langs, niks aan de hand. Om via zo'n BTGV-procedure collega's erbij te vragen. Maar dat is geloof ik ook alweer eruit. Ik weet niet waardoor dat komt. Doe maar gewoon heel veel backup vragen. Eén collega vraagt om een assistentie. En als ik hoor dat ze bijna in de buurt zijn... Oh, zoals nu. Dan gaan we nader. Nee, nee, blijf erbij. Nee, stop, niet cancelen. Oh my god. Het gaat helemaal fout dit. Mijn collega's komen nog snel. Collega's, blijf hier. Collega's, blijf hier, please. Goeiedag. Hey. Waar gaan jullie heen? Dat gaat je niks aan, zegt hij. Oké. Mag ik jouw identiteitsbewijs even zien? Dankjewel, Alexander. Oké, goed. Wie zit bij je in het voertuig? Zijn dat je vrienden of zo? Dat zijn mijn partners. Oké. Nou, ik krijg een melding. Wij krijgen een melding dat jullie een bankoverval mogelijk proberen te plannen. Is dat waar? Vraagt hij ook zo lekker direct. Hij zegt, ja, wat kan ik zeggen? Ik moet geld hebben. Ik wil GTA 5 kopen en LSPD of R spelen. Ja, heb je me gelijk, Pik. Zit er iets in het voertuig wat er niet in moet zitten? Dat hangt er vanaf, denk ik, zegt hij. Oké. Kan ik het voertuig doorzoeken? Nee, dankjewel. Jij mag even uitstappen. Resten met any kast. Ik ga een vuurwapen trekken, hoor. En allemaal met de handjes omhoog, hè? Jullie gaan geen rare dingen doen. Jij blijft staan. Jij blijft staan. Ik wil die gasten niet aan mijn ogen. Op je knieën. Jullie zijn gewoon even aangehouden. Ook al Max helemaal niet aanhouden. Ik heb geen strafbare feit ontdekt. Nog niet. Ik ben even deze. Dat is wat realistischer. Nogmaals, ik kan wel daarnaast gaan staan en gewoon op E ingedrukt houden, maar dat doet hij niet altijd. Dus ik moet even iets op ze richten om te zeggen van, hey, meewerken nu. En dat kan alleen maar wat gebeurt hier. Er is zo'n rood bolletje. En ik heb het vermoeden dat ze handlangers hebben opgeroepen. Gaan we dan eenheidje vragen voor hun. Deze vertrouwen we helemaal niet. Handen omhoog. En op knieën, jij ook. Dan gaan er twee, dus die twee gaan met een collega mee. Dat is verhoord. Zometeen. En deze twee ook. Maar die ga ik eerst even spreken. Ja, ik ben aangehouden. We gaan even op het bureau helemaal uitzoeken wat er is. Mede omdat jullie vage antwoorden geven. Ik ga jou verjeren, vriend. Busjes al weg. Hij had een vuurwapen bij. En bommen. Oh shit. Ja, nee, niet weer, ja. Ja. Die ene, die heeft dus al vuurwapens en een bom bij. C4. Of meerdere. Deze ook, joh, gek. Jullie zijn ramgek, jullie, met z'n allen. Deze kan het is een keer goed gegaan. Klopt het af voordat we dadelijk alsnog worden neergehoekt of neergeschoten of aangereden. Maar ze zijn er niet vandoor gegaan. Ik vertrouw dat vliegtuig niet. Nee, er was zo'n rood stipje met zo'n rondje. Ik dacht even dat ze handlangers hadden opgeroepen om mij alsnog te komen vermoorden. Want ik weet dat dat gebeurt. Het is blijkbaar een zaak van de marechaussee, want die gaan hier de heren meenemen. En dan gaan wij verder rijden, maar dan ga ik wel de video afsluiten. Waarom? Zullen jullie nu al denken? Ja, nogmaals, ik zei het al. Avonddienst zometeen. Ja, ik moet nog even
wat spullen bij elkaar rapen daarvoor en dan ga ik vertrekken. Het lijkt te gaan regenen, dus ik denk dat ik lekker uit te pakken. Maar goed, dat is allemaal geen boeiende informatie voor jullie. Ik zou zeggen, ja, geniet er nog even van voor zolang het heeft geduurd. 3 video's geloof ik, of 4. Ja, dit waren ze dus allemaal. Motor, weg met wagen, steekvers, dit gaat allemaal weg. Helaas, pindakaas, ja, dit dan niet. Deze blijft hoor. Dit gaat weg, dit blijft. Kijk dan, oh nee hoor, oh, dat wordt schoot. Heb ik nog een oude koppel zichtbaar? Nee, die heb ik even niet meer zichtbaar. Maar ja, ga er maar vanuit dat de koppel dus verandert en die taser op mijn been gaat wel weg. En het kogelwerende vest wordt weer... even kijken of ik die nog snel kan laten zien. Ik had echt geen tijd om dat even te veranderen. Het kogelwerende vest zal weer deze worden. Het is gewoon zwart met politie erop, meer niet. En de koppel... Nou, deze mag wel blijven, hè. Waar zit die koppel ook wel bij? Nou, als ik die niet vind, dan... deze wil zijn. Nou, deze hadden we al, hè. Ja, die hadden we al. Dus die... Nee, kut. Dat zijn die ook van de New X zelf meer. Hadden we deze nou al of niet? Want ik geloof dat ik deze en die heb gekregen. Maar misschien zijn het er wel 3. Maar ik kan er maar 2 herinneren. Anders gaan we weer terug op deze. Want deze had ik. Ja, toch wel of niet. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.